Wat vind je nou het knappe aan de prestatie van de bbb mevrouw? Dat ze het ongenoegen op een zodanige wijze heeft weten te combineren met wat in feite een betrekkelijk ondergeschikt punt is, namelijk de stikstof. Eh, dat eh, al die mensen die verder van die stikstof niet veel weten en die bovendien zelf waarschijnlijk geen grote veestapel op nahouden, dat die hebben gedacht van zie je wel, dat, dat, eh, dat is eigenlijk iemand die zegt hoe het zit. En dan krijg je ook weer dat, wat dat schrijven ook al die intellectuele commentatoren, dat zij zo gewoon is, dat haar sterkste punt, zij is zo gewoon. Maar dan gaat het niet om, volgens mij kun je veel beter zeggen, authentiek is een veel beter woord. Want Pim Fortuyn was helemaal niet gewoon, dat kun je toch moeilijk beweren, <laughs> maar hij was wel authentiek. Hij zei wat hij dacht. En dan ook dat, dat eeuwige, zij zegt wat wij denken. Maar ja. wat is het verschil tussen gewoon en authentiek? Nou, kijk, authentiek kun je zo gek als een deur zijn, maar dan hebben de mensen wel het gevoel dat je ook echt zo gek als een deur bent. En niet net doet alsof je zo gek als een deur bent. Dat is denk ik even een van de zwakke punten van Thierry Baudet. Die is zo gek dat je echt serieus kunt twijfelen of het niet gewoon een soort pose is die hij er, erop nahoudt, een act. Ja, een act. Ja, ik denk dat, dat Thierry Baudet wel een beetje een poseur is. Ja. Maar ik heb wel het idee, als ik Caroline zie, van ja, ze is ook zo als ze bij de moeder op de bank zit. ze is in, authentiek. Ja, of gewoon. Nou ja, ja authentiek is, is belangrijker. Oké. Okay. Um, zij heeft wel natuurlijk, en dat zei ze ook in haar toespraak, uh, die mensen die normaal niet gaan stemmen, die heeft zij weten te mobiliseren. Sommige, maar anderen zijn weer thuisgebleven. Hmm. Dus dat, dat ben ik, daar ben ik op zichzelf niet zo bijste van onder de indruk. Hmm hij woont in ja, zelfs bij parlementaire verkiezingen. komt de kwart gewoon niet op daar. Ja. Dat is betreurenswaardig. Maar... maar heeft zij wel. Um, want zij, ik denk dat zij niet de vergelijking met uh, die Messiasse die je hebt genoemd. die vindt zij uh, helemaal niet fijn, hè? Daar wil ze helemaal niet mee vergeten. Nee, dat, worden. dat begrijp ik heel goed. Want dat, zij zelf voelt zich natuurlijk ook geen messias. Maar het gaat mij ook niet om haar. Het gaat mij om de kiezers. Want het zijn de kiezers die haar. 16 zetels in de Eerste Kamer hebben bezorgd.